Dan gaan we de Bijbel bron gezag voor theologie. Maar eerst gaan we even de kerntekst doen. Dus ja, ik zal even de kerntekst lezen. Daar staat, en dat is Jesaja 8 vers 20. Ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. Nu komt deze Bijbeltekst, die komt uit de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, de allernieuwste die in 2016 is gereviseerd. Wat valt jou eraan op? Ik heb het weer anders staan. Ik heb terug naar de wet en het getuigenis, als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Dat is wel even totaal anders natuurlijk. Dat is een andere koek. Ja, want precies. Volgens mij hebben ze daar de wet weggelaten, hier bij mij in de kerntekst. Ja. Tot de wet en de getuigenis, zeg jij. Maar ook het oordeel is daar weggevallen, want voor hen is er geen dageraad. Dat staat hier niet. Nee, ze hebben het een beetje... Hier staat waartegen geen bezwering bestand is. Een bezwering. Oké. Dat dus zijn dat, de aparte vertalers van dat boekje. En als je dan het woord theologie gaat bekijken, wat dat is, de definitie van theologie, even kort door de bocht, dat is de godsleer. Dus je leert God kennen, hè? Dat is theologie. Dus je leert over God. Daar heb je natuurlijk wel je Bijbel voor nodig. Dat is je handboek. En dan moet je natuurlijk wel... Ik zou persoonlijk niet de nieuwste vertaling nemen. Ik ben er wel van overtuigd dat in elke Bijbel kan tot God leiden. Alleen als ik dan toch zou moeten kiezen, dan nam ik niet de nieuwste Bijbelvertaling. Want je ziet dat daar dan toch wel heel veel uit is weggelaten. Yes. En de Bijbel die wij hier hebben is de Nieuwe Statenvertaling. Ja. De Bijbel bron met gezag voor theologie. Dat woord bron, daar hadden wij ook wat mee. De bron. Als iets een bron is en je haalt daar wat uit. Neem een waterbron en je haalt water uit die bron. Dan heb je dus het klare water uit die bron. Ja. Doe je daar wat siroop bij, dan heb je oranje. Dan heb je niet meer hetzelfde als wat uit die bron komt. Precies. En hier staat verderop dus ook dat als je het onderste stukje leest... er meerdere dingen zijn die de theologie binnen onze kerk beïnvloeden, zoals de verschillende tradities en culturen. Zal ik dat stukje onderlezen? Ja, en als jij nou dat onderste pakt, ja. Welke van deze bronnen of combinaties daarvan heeft het uiteindelijk gezag in de manier waarop we de Bijbel interpreteren? En hoe worden ze in relatie tot elkaar gebruikt? De prioriteit die aan één of meerdere bronnen wordt gegeven, leidt tot veel verschillen in wat benadrukt wordt en tot conclusies we komen. Het bepaalt uiteindelijk zelfs de richting van onze hele theologie. Dat klopt. En ik denk wel dat het bijna helemaal klopt. Alleen ik denk dat de tradities en de culturen en zo, dat zijn niet zozeer bronnen waar we uitputten, want uiteindelijk is de Bijbel onze bron. Maar ik denk dat dat meer de wijze van benadering is. Hoe benader je die ene bron? Ja. En daar heeft Ellen White trouwens ook wat over gezegd. Als we de Bijbeltekst lezen... Ik kom even nog tussendoor. Ja? Als de mensen willen reageren thuis, doe het. Als je denkt, nou... Hè? Die kunnen we wel bij en daar kunnen we wat af. Ja. Of als je een idee hebt. Nee, is goed. Ja, tuurlijk. Ja. Doen. Ja. Ja. Okay. Als we 2 Timotheüs 3, vers 16 tot en met 17 lezen, daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus in principe heb je eigenlijk alleen maar die Bijbel nodig. Maar daar zegt zij ook het een en ander over. Over dus dat Bijbelvers van Timotheus, of hoe je dat ook mag uitspreken. En dat is het volgende. Wat zij daarover zegt, is... Het menselijke verstand zal zonder de bijzondere hulp van de Geest van God veel dingen in de Bijbel zien die heel moeilijk te begrijpen zijn, omdat ze goddelijk onderscheidingsvermogen missen. Het is niet zo dat mensen Gods woord moeten benaderen door het bepalen van hun eigen wijze, hun eigen wil of ideeën. Ze moeten naderen met een zachtmoedige, nederige en heilige gezindheid. Tracht nooit de schrift te onderzoeken als u niet bereid bent om te luisteren, als u niet wilt leren, als u niet naar het woord van God wilt luisteren, alsof zijn stem rechtstreeks tot u sprak uit het levende woord.
Laat nooit een sterfelijk mens oordelen over het woord van God of bepalen hoeveel hiervan wel en hoeveel niet geïnspireerd is en dat dit deel meer geïnspireerd is dan andere. God heeft hem nooit zulk werk te doen gegeven. Nou, dat vind ik eigenlijk een behoorlijke waarschuwing ook weer. Maar ja, goed, ja. Dat was dus eigenlijk even een korte inleiding van de theologie. Nou ja, want theologie is inderdaad eigenlijk best wel een gevaarlijk iets ook nog, een beetje. Je kunt natuurlijk zo... Nou ja, de theologie is eigenlijk dat je God beter wil leren kennen. Ja. En ik heb nog een heel kort stukje van Ellen White die daarover zegt... Met het woord van God in onze hand kunnen we stap voor stap in een toegewijde liefde Jezus steeds dichter benaderen... Wanneer men beter bekend wordt met de geest van God, zal men de Bijbel aannemen als het enige fundament des geloofs. Gods volk zal het woord ontvangen als de bladeren van de boom des levens, kostbaarder dan fijn goud, gelouterd in het vuur en krachtiger tot heiligmaking dan welk ander middel ook. Ja, duidelijk. Duidelijk. Dus, nou, zullen we door naar de volgende? Gaan we naar de volgende. Gaan we naar traditie. Traditie. En traditie binnen de kerk. Dus hier zouden de mensen wel op kunnen reageren van, nou, wat zijn goede en wat zijn slechte tradities in de kerk? Ik ben benieuwd of er wat loskomt. Hè? Ja, want er zijn natuurlijk tradities, nou ja, of ze nou goed of slecht zijn, die zitten bij ons wel in de kerk ingebakken, toch wel. En één daarvan is bijvoorbeeld koffie drinken na de dienst. Dat is een traditie blijkbaar die erin geslopen is, toch? Ja, ja en, drinken na de dienst. Dat laat ik even in het midden of het goed of slecht is. Maar, hè, dat, en wat mij opviel toen ik, want ik was natuurlijk geen Adventist. En toen ik naar de kerk kwam, ik maakte de dienst mee. Ten eerste zat ik helemaal vooraan, want dat was leeg. Ik denk, oh, blijkbaar gaat daar nooit iemand zitten, maar dat is voor de kinderen gereserveerd, wist ik niet. Dus ik zat de hele dienst vooraan en toen de dienst was afgelopen, liep ik naar buiten. Want ik dacht, oh, we zijn klaar, we kunnen weg. Maar zo werkt dat niet. Eindelijk moet je wachten tot eerst de voorganger naar buiten gaat. En die gaat dan bij de deur staan om iedereen een hand te geven. Wist ik veel. Ja. Maar dat zijn van die tradities die er blijkbaar toch zijn. Ja, dat is er gewoon. Ik weet niet of er nog berichten binnenkomen of zo van mensen die wat hebben over de traditie. Nou ja, en anders verzinnen we ze zelf toch. Er staat ook altijd iemand bij de deur. Dat is ook een traditie, om de mensen te verwelkomen. Ja, maar je hebt zoveel tradities, hè? Ja, nou ja, maar daar gaat het stukje ook over. Dat is zondag gevierd. Je hebt zoveel tradities. Maar ja, in onze kerk hebben we dat niet natuurlijk. Maar nee. Maar zelfs zou de zaterdag voor jezelf ook een traditie kunnen zijn? Dat je het gewoon doet om... ja, het is een goede traditie, maar dat je automatisch toch daarheen gaat. Dat je het automatisme doet. Routinematig doen het. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar dat is dan een goede traditie. Nou, ik denk dat ook wel mensen naar de kerk gaan, het zij op zondag of op zaterdag, maar dat doen ze omdat hun familie het vroeger deed, hun ouders, hun voorouders, en dus doen zij het ook. En ik denk, want hier staat ook nog een vraag, hoe kunnen we onderscheid maken tussen het woord van God en de tradities van mensen? Hoe kunnen we daar nou onderscheid tussen maken? Ik denk dat je het altijd aan de Bijbel moet toetsen. Ja, ja, zeker. En dat is volgens mij, omdat dit immers je handleiding is, dit is volgens mij de enige mogelijkheid. Heb je een vraag? Ik heb een dingetje. Oh. Ik heb een bericht gekregen van Nick Anema, die zegt, kerst, gelukkig niet in onze kerk, wel in veel andere Adventistische kerken. Ja, ja. Nou, dat is ook een traditie. Ja, er valt van alles over te zeggen, inderdaad. Ja. En, kijk, we zijn het daar niet mee, we staan daar niet echt achter. Nee, nee, moet je wel of niet kerst vieren. Nee, ik weet niet dat je dat moet doen. Nee. Nou, dat is een goeie. Zijn er nog meer dingen? Nou, ik denk dat we even dat stukje... Van Hilde hadden we een bericht gekregen over Jesaja 8, vers 20... En dan daar vanuit de King James versie. Oh ja. Daar staat, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Mm-hmm. Dus er is echt geen licht in them. Dan is er geen licht in hen. Ja. Wat eigenlijk betekent dat er geen waarheid in hen is. Precies. Ja. Klopt hoor. Ja. Nou ja, en in de herziene Statenvertaling staat dan dat er geen dageraad voor hen zal zijn. Volgens mij gaat dat dan over de tweede dood.
Want ja, er zal geen help geven. Het wordt het nacht en het wordt weer dageraad, maar voor sommige mensen niet. Dus, nou ja, wel een hele goede trouwens. Zo zie je maar weer wat vertalingen doen, hè? En dat laatste stukje, dat heb ik ook nog wel eens even lezen hier. Ja. Het levende woord van God roept ons op het te benaderen met een eerbiedige en toegewijde houding. Deze trouw brengt een zekere traditie tot stand. Onze trouw moet echter altijd een loyaliteit aan de levende God blijven, die zijn wil heeft geopenbaard in het geschreven woord van God. Aan de Bijbel komt dus een unieke rol toe, die alle menselijke tradities te boven gaan. Zelfs de goede. Tradities die voorkomen uit onze ervaring met God en zijn woord moeten voortdurend worden getoetst aan de maatstaf van de Heilige Schrift. Dat is echt, ja, daar heb echt ik al. Heel ja. belangrijk. Ja, klopt. Dat is denk ik een waar woord. Oh, dus weer een vraag. Aha. Ik heb een reactie gekregen van Frieda Holtje. Die zegt, als traditie een gebod van mensen is en niet van God is, is het niet volgens de Bijbel. Daarom Marcus 7, vers 1 tot en met 13. De hele tekst staat er niet bij. Maar het is een hele mooie aanvulling. Ik denk een hele belangrijke. Marcus 7, we kunnen hem wel even heel gauw erbij pakken. Ja, Marcus 7, vers 1 tot en met 13. En als we onder het bladeren, we hebben ook gewoon een reactie van Marcus. Marcus zegt, kerst is een heidense traditie. Marcus 7, welke? Ja, vers 1 tot en met 13. Dat is dus bijna hele hoofdstuk. Ja. De helft van het hoofdstuk. Maar misschien is het handig voor de kijkers dat ze dat thuis zelf even lezen. En dat klopt inderdaad. U kunt er wel een paar highlights uithalen. Want bijvoorbeeld Marcus 7, vers 7. Daar staat, maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Ja. Niet handig dus. En hij zegt ook tegen de fariseeën, u stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Dus de overlevering en de traditie is in die zin belangrijker dan het gebod van God. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar ik zou zeggen, mensen lezen thuis. Ja. Hè, dan, want het is een hele eind. Ja, maar wel een goed hoofdstuk. Goede dingen zijn dat. Ja, echt goede dingen. En wat had die andere... Andere jongen? Wat had hij? Wat zei je nou? Marcus zei van ter aanvulling op de kerst, die als traditie wordt vermeld. Oh, door ja? Nick Adema, dus dat kerst is een heidense traditie, ja, als aanvulling. Ja. Ja. Gauw klaar. Okay. Ja. En daar moeten we helemaal niks aan doen. Nee. Oké. Okay. Vind ik ook. Nou, dan zullen we doorgaan naar de ervaring. Die van maandag 20 april. Ervaring. Ja, ervaring. Ik vind dat altijd een hele moeilijke, want ik vind ervaring en gevoel altijd heel dicht bij elkaar liggen. Ja, ervaring ken ook... En dat is soms een hele... Ja, je gevoel is niet altijd een goede raadgever, hè? Dus je moet eigenlijk... Ervaring kan ook automatisme worden, dat je het gewoon doet. Er zit wel een hoop gevaren en ook goede dingen, maar... Want hier staat ook, waarom kan wat wij ervaren ook in tegenspraak zijn met de Bijbel en er zelfs voor zorgen dat we misleid worden in ons geloof? Ja, dat kan. Stel je voor, je hebt een bijna doodervaring, dat hoor je toch wel eens? Ja. Nou, en dan zien mensen een tunnel en licht en iedereen staat daar te wuiven en op te wachten. Ja. Wij weten dat dat niet kan. Wij weten, je kan wel die ervaring hebben, maar wij weten dat die niet van God komt. Nee, dat weten wij. Dat weten we, Maar stel, je ervaart zoiets, dan moet je sterk in je geloof staan. Wil je daar niet intuinen, want het is natuurlijk, dat klopt niet. Dus ervaring, ja, dat kan een misleiding zijn. Ja, maar aan de andere kant kan een ervaring zijn, als je met God wandelt, dat kan weer een hele mooie ervaring zijn. Ja. Ja, dus dat... Ja, daarover staat ook nog een stukje geschreven hieronder. Daar zou ik eventueel... Van ervaringen. Ja, als jij die even wil lezen. Ervaringen kunnen heel misleidend zijn. Dat is zo. Ja. De Bijbel geeft richting aan onze ervaringen. Vormt ze en plaatst ze in de juiste context. Soms zijn we geneigd iets te willen ervaren dat niet in overeenstemming is met Gods woord en zijn wil. Dan moeten we, los van onze ondervindingen en verlangens, leren eerst te vertrouwen op Gods woord. We moeten er altijd voor zorgen dat ook onze ervaringen in harmonie zijn met het woord van God. En niet in tegenspraak zijn met het zuivere onderricht van de Bijbel. Ja. Ja. Kom je toch weer met die Bijbel als toetssteen, hè?
Nou ja, je moet ook heel erg uitkijken op wat Gods wil is inderdaad. Ja. Want soms zit je daar goed naast. Dan kom je dan een half jaar later dat je denkt, nou, dat was dus foute boel. Hey. Ja, en daar staat hieronder ook de vraag die daarbij hoort is, waarom is het tegelijkertijd toch ook zo belangrijk dat we onze ondervindingen altijd toetsen aan het woord van God? Waarom is dat zo belangrijk? Blijkbaar hecht God daar heel veel belang aan. Ja. Ik denk omdat God ook gehoorzaam eist. Gehoorzaamheid eist. Hij verlangt van ons dat we gehoorzaam zijn aan hem. Maar soms is het natuurlijk ook moeilijk om te toetsen. Sommige dingen gebeuren en tuurlijk. Dan denk je, je kent niet alles. Nee. Dat is gewoon lastig. Ja, dat is ook zo. Dat is gewoon dat moeilijk. Dat geloof ik. Ja. En ik vraag me ook af, hè, zal de Satan, die heeft ook invloed, die kan natuurlijk ook een spelletje spelen. Ja, tuurlijk. Hij kan jou iets geven dat hij denkt, nou, dan ga jij mooi die kant op. Ja, hè? Dat kan. En dan ben je mooi weg, weet je wel? Ja, dat kan. Ja. Ja, oh, maar wacht, er is weer een vraag. Oh, leuk. Nou, niet zozeer gelijk een vraag, maar wel wat aanvullingen van Enannes. Er staat, sinds de generale conferentie in de VS is begonnen om liberaal te zijn, is de Adventkerk van haar oorsprong afgeweken. En die lui houden de waarheid niet en het drie-engelboodschap wordt ook niet gebracht. Dat is meer een opmerking dan een vraag. Wat is dan de vraag? Het is meer een aanvulling gewoon van wat er allemaal speelt. Van, en we hebben van Ton M., die ook reageert op Marcus 7, 1 tot 13, is dat tradities kunnen de plaats van waarheid innemen door valse elementen en bijgeloof aan het geloof toe te voegen. Ja, dat kan, zeer zeker. Ook een goeie. Ja. Dat blijft allemaal gevaarlijk. Nou, ik moet zeggen, die les van dit kwartaal, die is niet echt slecht geschreven. Je hebt lessen die zijn gewoon, dat is, wat moet je zeggen, maar dit is niet echt slecht geschreven. Nee, klopt. Nee. Nou ja, het zet wel aan tot nadenken. En ik moet nog even erbij zeggen dat ervaring, zoals ik dat dan ervaar, is dat als ik met God wandel, dan vind ik dat sowieso een fijne ervaring. Niet altijd, want God die tuchtigt mij ook wel eens als ik weer eens scheef wandel. Maar wat daar altijd wel bij komt kijken voor mij, is dat als je gelooft, en je gelooft oprecht, dan moet je dat ook uitleven. Je kunt niet zeggen dat je in God gelooft en ondertussen, weet ik veel wat, ga je dieren mishandelen of zo. Of ga je stelen of noem maar op. Je moet je geloof ook uitleven. Dus in die zin vind ik, dat past ook wel een beetje, vind ik, bij ervaring. Omdat ware bekering kun je ook in het gedrag terugvinden. Ja. Snap je? Ja. Dus, oké. We gaan naar cultuur. Cultuur. Nou, daar valt ook van alles over te zeggen, hè? Ik heb het opgezocht wat de definitie is van cultuur. En cultuur is wat een mens schept. Dus cultuur is wat een mens tot cultuur maakt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal gewoontes ook weer, denk ik. En we kunnen dat ene stukje wel lezen. De tweede alinea? Ja. Nee, bovenin bedoel ik dan het woord van God. Oh ja. Ja, het woord van God kwam ook tot stand in een bepaalde cultuur. Al beperkt het zich daar niet toe. Culturele factoren hebben ongetwijfeld invloed op ons begrip van de Bijbel. Ja. Maar we moeten altijd in gedachten houden dat de schrift uitstijgt boven de gevestigde culturele classificaties. Wat betreft etniciteit, heerschappij en sociale status. Dit is ook een van de redenen waarom de Bijbel elke menselijke cultuur overstijgt en zelfs in staat is de zondige elementen die zich in elke cultuur bevinden te corrigeren en te transformeren. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar dat is wel heel, ik vind dat wel heel krachtig, want het overstijgt elke menselijke cultuur. En het zelfs de culturele classificaties wat betreft etniciteit. Dus ja, dat is toch wel een heel. Dat zegt iets over hoe krachtig Gods woord is. Maar goed, het is ook van God gegeven. Ja. Dus, Maar wat komt er bij ons binnen in die kerkcultuur? Wat veroorzaakt dat voor armoede? Nou ja, wat onze cultuur
Wat onze cultuur aangaat, hier staat Ellen White, geeft ons het volgende inzicht. De volgelingen van Christus moeten zich met betrekking tot hun principes en interesses van de wereld onderscheiden, maar ze hoeven zich niet te isoleren van de wereld. De verlosser bevond zich voortdurend onder de mensen. Niet om hen aan te moedigen die dingen te doen die niet in overeenstemming waren met Gods wil, maar om hen te verheffen en tot edele mensen te maken. Dat klopt, want Jezus ging naar de tollenaars en die zaten daar aan en die feesten en die pesten de mensen af. Maar dat deed Jezus niet. Hij ging ze juist heen om hen op hun fouten te wijzen. Hij ging er niet gezellig aan meedoen. Maar de vraag staat hier wel onder. Welke facetten van de cultuur waarvan jij deel uitmaakt, zijn volledig tegengesteld aan het Bijbelse geloof? Want ik moet dan meteen denken, als je op zondag naar de kerk gaat, dat is wel iets wat ingebakken is in onze cultuur. Maar dat gaat wel in tegen wat ik geloof. Want ik ga op Sabbat naar de kerk. Snap je? Dus ja. Dat is een voorbeeld van iets wat heel erg deel maakt vanuit onze cultuur. Wat we ook wel eens doen, is, vind ik dan, dat zijn leugentjes om bestwil. Die doet iedereen wel eens. En een leugentje om bestwil. Ja, gij zult niet liegen. Dat gaat dus eigenlijk tegen mijn geloof in. Maar toch doe je wel eens een leugentje om bestwil. Ja, dat is waar. Dat is toch zo? Als iemand zegt, vind je me te dik, dan zeg je toch van, nee hoor. Of zoiets, weet je wel. Ja. Dat is simpel dingetje, toch? Ja. Het is niet goed, maar ja. Dus als ik aan jou vraag, zit mijn jurkje goed? Vind je dit een leuk jurkje? Dan zeg jij... Ja, dat is een mooi jurkje. Ja, daar geloof ik helemaal niks meer van. Nee. Nee. Maar, en waar ik ook toen ik naar de kerk kwam, want ik was als non-adventist kwam ik in de kerk. Vroeger op zaterdag was het de gewoonte, dan ging je de auto wassen, je ging boodschappen doen, want dat deed je op zaterdag. En op zondag ging je luieren. Dus op zaterdag, dat was een hele busy dag. Volgens mij hebben we weer een opmerking. We hebben een aantal opmerkingen en we hebben ook nog een vraag. Okay. Ik zal eerst beginnen met de opmerking. Een van Frieda Holt, die zegt, vergeet nooit dat God de auteur is van de Bijbel. En daarom luisteren wij naar zijn woord en gehoorzamen wij hem. Dan hebben we nog een... Ik zal de vraag behandelen. Dan hebben we van Ton M. Dat onze ervaringen met God vormen ons begrip van hem. Als we bedenken hoe God ons in het verleden heeft geholpen en aangemoedigd beweegt, dat ons naar het doel. En dan alleen dan stopt het. Dan hebben we Adwine Salemink, die zegt, die had een tekst staan in Romeinen 12, vers 2, staat, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en vermaakte wil van God is. Ja, dat is een hele goeie, die van Adwine, want dat staat ook in 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Daar staat eigenlijk, komt het erop neer dat Jezus zegt, heb de wereld niet lief. En dat komt eigenlijk, denk ik ook, je kunt gewoon niet van twee walletjes eten. Je kunt niet de wereld lief hebben. Je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Dat is altijd een hele moeilijke. Maar het is wel waar wat Adwine zegt. Nog een opmerking? Er is er nog één vraag, die heeft betrekking op de tradities. En er staat van Marcus Marx, die zegt, hoe zat of zit het met de Joodse tradities voor en na Jezus' kruisiging? Ja. Daar is heel wat om te doen, maar ik denk dat de Joodse tradities hoeven we in wezen niet meer in ere te houden. Want Jezus heeft alles volbracht aan het kruis en is nog bezig te volbrengen in het heiligdom. In het heilige der heiligen is hij nu aan het pleiten, dus... Dat hoeft niet meer. Dus die tradities hoeven we in wezen niet meer hoog te houden. Nou doen ze het zelf ook niet zo, want je hoort nooit dat ze aan schaapjes slachten zijn en zo meer. Heel af en toe hoor je het nog wel. Ja, maar niet zoveel meer. Vroeger was het natuurlijk één grote slachterij. Maar, ja. Hè? Nee, dat is waar. Die tijd is geweest. Hè? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een kort antwoord. Maar ik hoop dat het bevredigend is voor hem. Ja, dus dat... En dat onderste, hier heb ik ook een stukje van Ellen White. Dat stukje, zie je dat ook? Ja. Ja, dat hebben we al gelezen. Dat gaat over dat de verlosser bevond zich voortdurend onder de mensen. Ja, oké. Nou, dan kunnen we wel door naar het verstand. Ja, nou, dat is ook... Als we dat nog hebben. Dat is wel een lekkertje. Ja, precies. En ik heb daar Spreuken 1 vers 9... Nee, ik heb Spreuken 9 vers 10 erop nagehouden. En daar staat, het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. Dat is Spreuken 9 vers 10. En
Wat vertelt ons dat eigenlijk, dat Bijbelvers? Mij vertelt het in ieder geval. Want waarom is ontzag voor de Heer het begin van alle kennis? Waarom is dat? En volgens mij is dat dus gewoon het criterium tot inzicht. Dat heb je gewoon nodig. Op die manier verschaft God ons inzicht. Ja. En misschien kunnen we dat stukje nog wel even lezen. Beginnend bij de eerste alinea, wil jij die lezen? Jiro? Ja. Ja. God stelt ons in staat na te denken en te redeneren. Elke activiteit en elk theologisch argument en ons vermogen conclusies te trekken, gaat daarvan uit. Ons geloof is ook niet irrationeel. Na de periode van de verlichting in de 18e eeuw werd de menselijke reden, met name in de westerse wereld, dominant. Dat ging verder dan de mogelijkheid tot nadenken en tot de juiste conclusie komen. Tegenover het idee dat al onze kennis is gebaseerd op zintuigelijke waarnemingen, staat de andere zienswijze dat het menselijk verstand de voornaamste bron is van kennis. Dat is het rationalisme en dat beweert dat waarheid niet zintuigelijk, maar intellectueel is en voorkomt uit de reden. Er zijn waarheden waar we alleen door ons verstand vat op krijgen. En de rest... Zal ik dat stukje hier verder, want daar heb ik een leuk voorbeeld bij. Zo wordt de menselijke reden de maatstaf voor wat waar is. Het verstand werd het nieuwe gezag waarvoor al het andere moest buigen, inclusief dat van de kerk en zelfs de Bijbel als Gods woord. Alles werd verworpen wat de menselijke reden niet begreep en de geldigheid werd in twijfel getrokken. En mij doet het stukje denken aan de Franse Revolutie. Toen hadden de mensen zo tabak van de pauselijke overheersing dat zij de reden hebben uitgeroepen tot godheid. En het is waar gebeurd. Ze hebben toen in de Franse straten van Parijs hebben ze een vrouw rondgedragen en dat was de godin van de reden. En iedereen moest dat aannemen als waarheid. En want anders ging je kop eraf. Madame Guillotine, on se souvient bien. Of dat weten we nog wel. Daar doet het mij aan denken, die Franse revolutie. Dus, en wat daar ook nog verder staat, is dat deze denkwijze heeft invloed gehad op grote delen van de schrift. Alle wonderen en bovennatuurlijke daden van God, zoals de lichamelijke opstanding van Jezus, de maagdelijke geboorte, de schepping in 6 dagen, werden niet langer voor betrouwbaar en waar aangenomen, maar dus ook niet de profetieën. Nee, alles. Over de zondagswet, over dat de kerk en staat weer één wordt. En dat hoor je bij onze kerk. Eigenlijk best wel veel. De 7 dagen schepping, sommigen zeggen 1000, 1 dag, dit en dat. Ja, een heleboel mensen. Je moet klakkeloos geloven. Als je al zit te knoeien daarmee, ja, je moet dan, begin je al fout, weet je wel. Ja, je moet het geloof van een kind hebben. Ja. Het is heel belangrijk dat we toch ook de profetieën vooral niet terzijde smijten, want... als de reden daar, als ons verstand zegt van ja, maar een zondagswet die komt er toch nooit, want alle winkels zijn open op zondag, ja, voor zolang als het duurt. Maar dat kan zo veranderen. Dus het begrip van mensen is verduisterd en ze zijn vervreemd van God. Dat is dus eigenlijk de conclusie die daar staat. Ja. En het onderste stukje, het ontzag voor de Heer, is het begin van alle kennis. Lees maar Gods hoor. Openbaring, zoals deze vorm heeft gekregen in het geschreven woord van God, de hoogste eer toekennen en bereid zijn wat in de Bijbel staat geschreven na te volgen. Alleen dan zijn we in staat ons verstand op de juiste manier te gebruiken. Ja, dat klopt. Dat is duidelijk. Daar heeft Ellen White niet te veel aan knoeien. Nee. Dat is ook zo. En dat is verstand, hè? Verstand, dat kan echt op hol slaan. Hè? Nou ja, dat kan op hol slaan, maar het kan ook een soort rookgordijn opwerpen, hè? Dat het verstand het overneemt. En Ellen White zegt daarover: de Bijbel is het grote leerboek voor de studenten op onze scholen. Hij leert de gehele wil van God aangaande de zonen en dochteren van Adam. Hij is de richtlijn des levens die ons onderricht over het karakter dat we moeten vormen voor het toekomstige leven.
Wij zijn niet aangewezen op het schemerige licht der waarheid om de Bijbel begrijpelijk te maken. We zouden evengoed kunnen veronderstellen dat de middagzon aangewezen is op het flikkerende toortslicht van de aarde om haar glans te vermeerderen. De woorden van priester of predikant zijn niet nodig om mensen los te maken van hun dwalingen. Die het goddelijke orakel raadplegen zullen licht ontvangen. In de Bijbel wordt elke plicht duidelijk aangetoond. Elke daarin gegeven les is begrijpelijk. Elke les openbaart ons de Vader en de Zoon. Het woord is in staat allen wijs te maken tot zaligheid. In het woord is de wetenschap de zaligheid duidelijk geopenbaard. Onderzoek de schriften, want zij zijn de stem van God die spreekt tot de ziel. Dat zegt Ellen White daarover. Dat is een goed stukje, duidelijk. Daarom met preken ook en wat er ook maar is op internet, alle preken, je moet altijd goed je filters aanzetten. Ja, je moet in dat geval goed je verstand gebruiken. Dat je niet op verkeerde been komt. Nou echt wel. Ja, je moet goed je verstand gebruiken. Want je kan niet zomaar klakkeloos achter iemand aangaan. Nee. En altijd toetsen, hè? Altijd weer toetsen aan Gods woord. Ja, klopt. Echt. Dat is echt belangrijk. Dan kunnen we weer door naar de volgende, de Bijbel. Daar hebben we net een leuk stukje over gelezen. En dat... Dat is ook een heel mooi stukje. Wil jij dat lezen? Ja, het eerste stuk. We hadden hier dit stuk, ja. Het tweede ding. Ja, het tweede alinea, ja. Dat, sommige mensen beweren dat ze speciale openbaringen en instructies hebben ontvangen van de Heilige Geest. Dit soort ideeën gaan in tegen de duidelijke boodschap van de Bijbel. Voor hen heeft de Heilige Geest een hoger gezag gekregen dan Gods woord. Wie het geschreven en geïnspireerde woord van God nietig verklaart en de duidelijke boodschap daarvan teniet doet, begeeft zich op glad ijs en laat zich niet leiden door Gods geest. De Bijbel alleen is onze geestelijke bescherming. Het is de enige betrouwbare bron voor alles wat men met het geloof en de toepassing daarvan te maken heeft. Door de schriften spreekt de Heilige Geest tot het verstand en drukt de waarheid in het hart. Op deze wijze brengt hij dwaling aan het licht en verbandt ze uit de ziel. Door de geest der waarheid die werkt door het woord van God, onderwerpt Christus zijn uitverkoren volk aan zich, aan zichzelf. Ja, om nog even terug te komen op het geïnspireerde, wie dus het geschreven en geïnspireerde woord van God niet te verklaart en de duidelijke boodschap daarvan te niet doet. Daar heeft God ook wel wat over gezegd, helemaal in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 22. En dan wel vers 18 en 19. Ja. Wil jij die lezen? Ja, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem met de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad. Van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Mm-hmm. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ik kom spoedig. Ja. Dat was 18-19. Nou, ik vind dat duidelijke taal, want dat komt toch wel aardig in de buurt van nietig verklaren en daar iets daarvan aan af en teniet doet. En dus ik pruts toch maar liever niet met die Bijbel om, want ik blijf er liever vanaf, zoals die mooi zo is. Nee, de keer rustig vooruit kijken, ja. Ja, precies. Dus dus dat vond ik eigenlijk wel een heel belangrijk deel. Ik weet niet of er nog opmerkingen zijn of vragen daarover, maar mensen kunnen dat gerust... Nee, helemaal niks. Jammer. Oké, een afsluitertje staat hier ook nog. Het woord van God heeft juist het recht en het gezag te oordelen over ons en onze gedachten. Het is immers het geschreven woord van God zelf. Dat is dus helemaal waar. Ja, en dat. De vraag die daarbij staat onderaan is, als persoonlijke openbaring het laatste woord zouden hebben bij geestelijke vragen, waarom zou dat dan tot niets dan chaos en dwaling leiden? Ja, ik denk dat je dan je tuint dan in de valkuil en iedereen kan gewoon lekker geloven waar hij zin in heeft. En dat leidt natuurlijk tot chaos.
Maar als je het weer terug kan leiden naar de Bijbel, van ja, maar wat jij gelooft, nou ja, niet, wat jij denkt te geloven klopt niet, of dan kan iedereen niet zomaar zijn eigen weg daarin gaan, lijkt mij. Ja, nou ja, dat van die subjectieve indrukken. Mm-hmm. Daar kun je alle kanten mee uit weer, weet je wel. Dus je moet wel... Ja, daarom. Het moet echt duidelijk, ja. Ja, nou ja, dus toch weer die Bijbel. Ja. Ja. Want anders heb je chaos en misleiding. Ja, en dat willen we niet. Je moet er niet mee goochelen, hè? Nee, precies. Nee. Een vraag. Aha. Niet zozeer meteen een vraag, maar een toevoeging. Zet Israël als waarschuwing. Zie 1 Korinthe 10, vers 11. Moeten we die even erbij pakken? Lijkt mij een goed plan. 1 Korinthe. 1 Korinthe 10, vers 11. Ja. Vers 11. Ja. Ja, wil jij die lezen, Lu? Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden van ons. Voor ons, staat bij mij. Voor ons, ja, voor mij ook. Ja, ja. Oké. Okay. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, onder wie het einde van de eeuwen gekomen is. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is, ja. Ja, dus daar worden we dus gewaarschuwd inderdaad. Israël is een waarschuwend voorbeeld. Dat staat hier ook bij mij boven als titel. Ja, dat het als waarschuwing voor ons geldt. Voor onze generatie over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dat, ja. Dat is een duidelijke. Hè? Ja, en dat willen we ja, wel degelijk ter harte nemen. We kunnen afsluiten met een stukje van Ellen White. Het laatste stukje daar. Ja. Ik heb hier nog een klein stukje. Ja. Zal ik dat even... Ja, doe maar. God heeft in zijn woord de mensen kennis ter zaligheid gegeven. De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Gods wil. Zij is de maatstaf voor het karakter. Zij openbaart de leerstellingen en toetst de ervaringen. Ja, ze toetst de ervaringen. Ja. Dat is een goeie. Ter afsluiting nog een stukje van... Ellen White, wat daar over gaat. Hier en daar kan bedrieglijk licht verschijnen, waarvan beweerd wordt dat het van de hemel komt. Maar dat kan niet schijnen zoals de ster der heiligheid, de ster met de hemelse glans, om de voeten van de pelgrim en van de vreemdeling te leiden naar de stad Gods. Valse lichten zullen de plaats van het ware innemen en tal van zielen zullen daardoor voor een tijd worden misleid. God verhoede dat dit met ons het geval zal zijn. Het ware licht schijnt nu en zal de zielen verlichten wie vensteren hemelwaarts geopend zijn. Hiermee willen wij de Sabbatles afsluiten.